Beste kijker, ik ben Dirk de Vouw, ik ben schepen van welzijn en OCMW-voorzitter van de Stad Brugge. Ik ben uiteraard bekommerd om de volksgezondheid en het welzijn van elkeen in onze stad. Maar in het bijzonder, wanneer wij hier nu naar aanleiding van de jaarwisseling 2014, de overgang 2014, wanneer wij elkaar het allerbeste toewensen voor het nieuwe jaar, dan wensen wij elkaar ook een goede gezondheid. Tochthans zijn er heel veel mensen, meer dan 5000 Vlamingen, die op jaarbasis te horen krijgen dat zij darmkanker hebben. En daarom heeft de Vlaamse regering 2014 uitgeroepen tot het jaar waarin ze een grote screeningscampagne wensen op te zetten rond darmkanker. Iedereen wordt uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En ik wil heel graag als schepen en OCMW-voorzitter iedereen oproepen om daaraan deel te nemen. Alle Vlamingen tussen 50 en 74 jaar kregen een brief en een warme oproep om deel te nemen aan de test. Als je weet dat het risico op dikke darmkanker stijgt vanaf de leeftijd van 50 jaar. Als je weet dat een vroegtijdige opsporing van darmkanker de overlevingskansen aanzienlijk doet stijgen. Als je weet dat het een kleine moeite vraagt om de test uit te voeren, en als je ook weet dat je met meer dan 1 miljoen Vlamingen zit die deze test, test zullen uitvoeren, dan denk ik dat het de moeite loont om het ook te doen. Ik wil dan ook één warme oproep doen tot u allen: doe de test.